Welkom bij Helmond Schout Speciaal. Straks in het speelkwartier een gitaaroptreden van Eddy Franke, muziekdocent bij Kunstkwartier in Helmond. Maar eerst de beentjes trekken met Helmond in beweging. Ja mensen, beweeg lekker met ons mee. Zet even alles aan de kant dat je plaats hebt. Hou de armen naar voren, de knieën zijn licht gebogen. Ontspan de schouders. Armen om en om. Rustig naar de schouders toe. En terug. Steeds een tikje ertussen. Pakken we daar de armen gelijktijdig in hetzelfde tempo. Rustig op en neer. Schouders blijven ontspannen. Voor, achter. Voor, achter. Nog een aantal keren. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Nog één. En schud los. Arm opzij. Hou horizontaal. Beginnen we dadelijk op rechts. Armen rustig buigen richting de schouders. Rustig tempo. Nou, een aantal keren. Laatste twee slagen. En schud weer los. Armen naar voren. Pak hem alleen op links. Nou, nog even rustig hoog. Op links. Andere arm houden hoog. Schakelen over naar de andere arm. En nog even gelijktijdig. Nog vier. Nog drie. Laatste twee slagen. Schud los. Heel veel plezier bij de volgende rondes. Hey, what's up, mee? Op de plaats. Ga een stukje de hartslag omhoog krijgen. Veel herhaling. Op de tenen lopen. Heel goed, hou vol. Blijf hoog op die tenen. Hou een stukje balans. Nog vier, drie, twee stappen op de plaats. Gaan we op de hakken lopen, tenen omhoog. Hou ze hoog, hè. En stap op de plaats. Heel goed, schud even de benen los. Even die hartslag weer omlaag.
Eerst stap op de plaats. Blijf goed doorstappen. We zijn weer bezig met die hartslag opbouwen. Neem mijn armen goed mee. Stap op de tenen, komt ie. Stap op de plaats. Pak we nog even de hakken. Heel goed. Hou die balans weer. Stap mee. Heel goed, en schud Lobeers. Nou, ga zo die lekker stevig staat. Ik heb een pittige armoefening. Arm omhoog. Horizontaal, schouderhoogte. Onderkant van de handen zijn boven. Blijf even rustig staan, zoveel mogelijk ontspannen schouders en licht gebogen knieën. Gaan we de polsen omklappen. Probeer de armen continu hoog te houden. Niet verslappen. Gaan we kleine rondjes draaien. Hou de armen hoog. Hou de armen hoog. Ook als je de verzuring voelt, ga even door de verzuring heen. Hou nog eventjes vol. Over een aantal tellen hebben we even ontspanning. Nou, even lekker losgooien. Even die verzuring eruit. Ga de arm weer omhoog. Hou hoog vast. Schouderhoogte. En klap de pols om. Heel goed. Hou vol. Armen zijn helemaal lang. Lekker aanspannen. Ja, bijna eventjes door. De volgende oefening plakken we meteen aan vast. Blijven de armen hoog. Oké, armen hoog houden. Draai iets naar links. Voeten staan gewoon vast. En rustig terug naar rechts. Draai iets door. Armen blijven hoog. Niet smokkelen. Draai terug. En weer terug. Terug uit. En nog een keer terug. Nou, bijna eventjes door. Hou je best vol. Arm opzij. Hou de arm nog even hoog. Beetje te pesten. Hou vast. Hou vast. Lukt wel. Allerlaatste stukje. Zwaai de arm nog even helemaal los. Omhoog. Vier, drie, nog twee, nog één en ontspan. Ah, prima volgehouden, netjes gedaan. Yes, heel goed. Kom op één been staan, andere been gaat voor en achter. Daar gaan we. Voor, achter, voor, achter. Heel goed, stukje balans in deze oefening. Voor op de hak, achter op de teen. Gaan we opzij en terug. Komt die zij. Terug. Zij. Terug. Blijf op het ene been staan. Hij voelt al een beetje in de benen komen. Hou vol.
goed, zetten we die voet op de teen neer. Gaat de hak naar voren en terug. Draai die heup open. Gebruik juist die heup bij deze. Lekker swingen. Heel goed, gaan we op het andere been staan. Van vooraf aan. Dus voor, achter, voor, achter. Heel goed, ga door. Op de hak en de teen. Ga weer opzij en terug. Komt die zij. Terug, zij, terug. Heel goed. En we voelen het alweer in de been. Ga door, hou vol. Heel goed, zet uw voet weer op de tenen. Gaan we weer naar voren en terug. Weer vanuit de heup goed opendraaien. Heel goed. Je mag voor jezelf met twee benen lekker afwisselen. Niemand die kijkt, je staat thuis lekker in de woonkamer. Dus ga helemaal los. Net zoals vroeger. Schudden met die billen. Heel goed, ga door. Wissel voor jezelf af. Gebruik die heup, die knieën, die enkels. Alles goed. Ga door, hou vol. Heel goed, schud nog even de benen goed los. Nou, we sluiten deze set van bewegingen met een cooling down. Handspannen staan. Schop even rustig naar voren. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. It got my head spinning. No kidding, I can't. Laatste keer. Breed staan. Schouders ontspannen. Rustig rond. I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. Nog een aantal keren rond. Pak de andere richting. Een aantal keren rond. Nog twee keer rond. De laatste keer. Plaats de voeten wat dichter bij elkaar. Arm in de zij. Iets door de knieën. Draai rond. Heupen naar voren duwen. Billen naar achteren. Draai nog een keer door. How many times do I have to tell you? Even when you cry in your beautiful too, the world is beating you down. I'm around through every morning. Kom omhoog. Plaatsen we de rechtervoet op de grond. En draaien we een rustig tempo rondom het enkelgewricht. My rhythm and blues. I can't stop singing. It's ringing in my. Pakken we de andere voet. My head's underwater, but I'm breathing fine. Plaats de arm weer in de zij. Pak de andere richting. Kom je weet welke kant dat is. Rustig tempo. De billen naar achteren. Heupen naar voren duwen. Strek terug. Vier keer rond. Nog drie. Nog twee keer rond. En dan pakken we de laatste. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dames en heren, dank jullie wel.
Het was een fragment van Asturias van Isaac Albéniz. Muziek en magie kun je natuurlijk niet in een boek vangen. Maar ik ga een kleine poging wagen. Er staan wat instrumenten in het boek. Djembe, een drumstel, saxofoon en uiteraard mijn gitaar. Kijken of ik wat magie uit het boek kan halen. Valt niet mee, maar... Kijk. Er staat daadwerkelijk een gitaar in het boek, alleen geen geluid. Ik heb gelukkig nog een echte gitaar. Daar zal ik zo meteen wat meer op gaan spelen. Het leven zit vol kleur. En als we geboren worden, dan zijn we blanco. En gaandeweg het leven word je getekend. Ontstaat er tekening in je leven. Zoals nu. En hoe je naar zo'n tekening kijkt, dat heb je niet altijd zelf voor het zeggen, maar dat kleurt je leven. Dat kan een mooie kleur zijn, minder mooi, maar het kleurt je leven. Het leven zit vol kleur. We gaan met een magisch gebaar proberen dat te laten zien. Kleur, daar gaat het om in het leven. Ik ga voor u een Venezolaanse wals spelen van Antonio Lauro. En u zult merken dat dat een andere wals is dan u gewend bent van Johann Strauss of zoals André Rieu die laat horen. Het is een totaal ander uithoek van de wereld en dat hoor je. Water. Het is echt water. Ik heb 3 kleuren zand. Blauw, geel en rood. Het is zo dat water
doorzichtig is. Maar in principe zitten alle kleuren in water. En als je alle kleuren mengt, dan krijg je zwart. Ik ga het proberen. Voilà. Alle kleuren gemengd. Zwart, dames en heren. En het water is weer vol met alle kleuren en doorzichtig. Mijn handen zijn nat, maar ik ga voor u een stuk spelen van de Spaanse componist Torroba. Het heet Samancas. Het mooie van muziek en magie is dat je
even niet hoeft na te denken over alle dingen die er in de wereld aan de gang zijn. Die momenten zijn spaarzaam. Meestal denken we aan de dingen zoals ze zouden moeten gaan. Maar het loopt soms anders. Dan moeten we loslaten. Het leven is breekbaar, net als een draad. Soms wordt er een droom verstoord. Soms een vertrouwen geschaad. Een hart wordt gebroken. Of een onschuld wordt kwijtgeraakt. Toch blijven we hopen en proberen. We blijven hopen. Om dingen ongedaan te maken die gezegd zijn, die gedaan zijn. Als het in het echte leven net zo makkelijk zou gaan als bij deze truc, dan zou dat pas echt magie zijn.